Welkom bij Financieel Blij, de podcast. Mijn naam is Helga Tijdeman en in deze podcast gaan we het hebben over jouw en mijn financiële situatie. En vooral de vraag of je blij bent met deze situatie. Kan of wil je dit veranderen? Om hierachter te komen, luister dan naar deze podcast. Heel veel luisterplezier. Ja, daar ben ik weer. En het is inmiddels alweer vrijdag. Het einde van de week is er alweer in zicht. En het weekend staat ons alweer voor de deur. Nou, inmiddels heb ik al een trade-sessie achter de rug. Ik probeer dat op de vrijdag eigenlijk altijd zo vroeg mogelijk af te ronden. Je ziet ook op de exchanges dat de volume op vrijdag vaak naar beneden gaat in de loop van de dag. Nou, dat komt doordat grote spelers op vrijdagmiddag hun budget van de markt afhalen en weekend gaan vieren. Nu is het volume sowieso al erg laag en je wilt niet in een munt zitten die je net hebt aangekocht en je ziet het volume naar beneden gaan en die munt, ja, die blijft of een beetje hangen rond dezelfde prijs of die gaat in prijs naar beneden. Maar dat die prijs omhoog gaat, is ja vaak niet meer zo. En dan moet je hem verkopen met verlies en dat wil je niet. Dus ik probeer op vrijdag altijd zo vroeg mogelijk mijn trade sessie te doen. En dan sluit ik af. Wil niet zeggen dat ik in het weekend nooit aan het traden ben. Op de zaterdag doe ik dat vaak niet, maar dat is puur uit praktisch oogpunt. Omdat ik vaak op zaterdag weg ben. Ik doe mijn huishouden op zaterdag of ik ga lekker even naar de markt of boodschappen doen of even winkelen. Of ik ga naar mijn ouders op zaterdag. Dus dat is puur uit praktisch oogpunt dat ik op zaterdag eigenlijk niet aan het traden ben. Ook geef ik vaak op zaterdag een clinic. Nou, dan kan ik ook niet voor mezelf traden. Maar op zondag ben ik vaak wel aan het traden. En ik merk dat het op zondag altijd best wel lekker te traden is. Zeker tot een uurtje of half vier uur. En dan begint vaak een beweging te komen in Bitcoin. En dan is het wat lastiger om te traden. Maar tot die tijd is het goed te doen. Nou, inmiddels is het vrijdag. En ik ben alweer eventjes aan het werk. En wat heb ik gemaakt? Ik heb een printable gemaakt. En een printable voor een spaarvorm om 1 bitcoin bij elkaar te sparen. Nou, nu zul je wel zeggen 1 bitcoin bij elkaar sparen. Waar heb je het over, Helga? Op dit moment dat ik nu de podcast opneem, is de bitcoin ongeveer $30.000 waard. Hoe kan ik nu in vredesnaam 1 bitcoin bij elkaar sparen? Nou, toen ik ooit begon met crypto, toen ik eerst een stukje bitcoin aankocht, toen dacht ik ook, ik ga echt niet 1 hele bitcoin kopen, want dat vind ik veel te veel geld. Dat geld heb ik überhaupt ook niet. En ik ga niet 1 hele bitcoin kopen. Als ik je nu vertel hoeveel de bitcoin toen waard was, dan verklaar je me ontzettend voor gek. Want op dat moment was de bitcoin nog geen $2000 waard. Ik denk iets van $1900 was 1 bitcoin. Ik had het geld gewoon niet. Maar als ik even mijn best had gedaan en ik had mijn zolder opgeruimd, mijn kleding opgeruimd, veel dingen op marktplaats gezet, noem maar op, dan had ik misschien wel uiteindelijk 1 bitcoin kunnen kopen. En wat is de bitcoin op dit moment op de top waard geweest? $67.000. Nou, had ik toch een mooie winst kunnen maken. Maar goed, dat is allemaal had. Maar even nu heel realistisch gezien. De bitcoin is vandaag de dag ook goedkoop. We hebben allemaal gezien dat die bitcoin $67.000 waard is geweest. Op dit moment is die bitcoin nog maar $30.000. Hij is in de aanbieding. Hij is minder dan de helft. Voor minder dan de helft is die nu te koop.
Dus waarom zouden we niet ons best doen om nu één bitcoin bij elkaar te krijgen? En dat hoeft niet van vandaag op morgen en dat hoeft ook niet van vandaag op volgende week of vandaag op volgende maand. Maar eraan beginnen en het zichtbaar maken en daarvoor aan het werk gaan om één bitcoin bij elkaar te krijgen, is voor heel veel gewoon een uitdaging en ik denk ook een hele leuke uitdaging. Ik heb daarvoor een printable gemaakt en dat is een A4'tje. Die kan je uitprinten en die kan je bij wijze van spreken op je kantoor hangen. Van mijn part hang je het op de wc of aan je koelkast of wat dan ook. En daar staan 100 bitcointjes op. En iedere keer als jij 0,01 bitcoin bij elkaar hebt gespaard, mag jij één zo'n bitcointje kleuren. Dus je maakt het voor jezelf inzichtelijk hoe ver je nog van je doel af bent. Het is ook heel leuk om hierbij ook je gezin te betrekken, hè, zodat iedereen mee kan genieten in de weg, de weg naar één bitcoin toe. En bedenk dan ook samen iets leuks van wat als we nu één bitcoin bij elkaar hebben, wat gaan we dan doen? Betrek iedereen daarbij. Maar ga ook actief aan de gang om bij wijze van spreken spullen die je overbodig hebt in huis, om die te verkopen. Zet de winst daarvan, dat wat je daaraan verdient, direct om in bitcoin. Ik noem maar wat. Je hebt nu de blikjes, statiegeld op de blikjes, statiegeld op de kleine flesjes. Is er bij jou een festival in de buurt geweest, een grote kermis, een markt, een optreden, weet ik veel wat. Ga lekker samen met je kinderen, ga daar die blikjes en die flesjes verzamelen, lever ze in en zet dat geld weg en koop er bitcoin voor. Noem maar wat, maar ook probeer te bezuinigen, probeer te besparen op je boodschappen, probeer er verstandig mee om te gaan. Iedere euro die je extra in de maand overhoudt, al is maar 10 euro, misschien is het wel 50 euro, misschien krijg je het voor elkaar om 100 euro in de maand over te houden van je budget, zet dat om in bitcoin. En probeer zoveel mogelijk bij elkaar te sparen, zodat je zo snel mogelijk die ene bitcoin bij elkaar hebt. Je gaat nog eens een keer terugdenken aan deze tijd. Straks als de bitcoin weer 60, 70, 80.000 dollar is, dan is het veel moeilijker om één bitcoin bij elkaar te krijgen. En dan denk je misschien wel terug aan deze podcast, dat je zegt van, hey, Helga had het er toen over, dat we konden sparen voor een bitcoin. En toen was die bitcoin nog maar 30.000 dollar, had ik het toen maar gedaan. Dus bij deze, ik probeer u daarin mee te nemen. Als deze podcast online staat, dan is ook zeker die printable ergens te downloaden op onze website. Ik ga dat zeker ook nog wel bekendmaken in september als we weer beginnen met het live traden. Hou onze website in de gaten. En wie weet hebben we binnen niet al te lange tijd gewoon een bitcoin gespaard. En onderschat het niet, hè? 30.000 dollar is heel erg veel geld. En dit heb je niet van vandaag op morgen voor elkaar. Maar niets doen, dan weet je ook zeker dat je niets gaat hebben, hè? En dat je niets gaat krijgen. Dus ik weet niet in welke volgorde deze podcasten te luisteren zijn en of het bij jullie nu inmiddels ook al vrijdag is. Maar ik wens je een heel fijn weekend toe. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Laat even weten wat je van deze podcast vond door een reactie achter te laten. Dit kan onder andere op Instagram en je kan ons daar vinden onder financieel-blij. Waardeer je deze podcast, laat dan een positieve review achter. Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Financieel Blij? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. financieelblij.com/nieuwsbrief. Volg ons ook op ons YouTube-kanaal Financieel Blij. Daar laat ik iedere maandagochtend en donderdagavond zien hoe je geld kan verdienen met crypto. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.